dat is er niet, denk ik. Nee, dat niet, hè? Maar daar zien ook een paar koeien die erop lijken. Nee, die daar rechts misschien kan het wel zijn. Oh ja. Die heeft wel een beetje scheve hoorns ook, zeg ik. Oh ja. Ik ben ook weer opsplitsen, maar ik weet niet of dat handig is. Oh, wijs ze daar. Ja. Zie je? Kijk, zie je? Ik krijg wel maar geen aandacht voor mij, alleen maar aandacht voor de hond. Ik kijk, je kan wel de horens vastpakken, hè? En dan uiteinde is wat kouder. Ja. Voel je het warm is? Oh, die is echt warm. 3, 2, 1, go. This is cow number 9037. Air temperature is 17.8. The air humidity is 47. And the wind speed is 1.7. And the wind is coming from the left of the cow. Curious. Oh, hello? Tail swat. No slick. Dit is een thermocamera. Die werkt met infrarood. En die vangt eigenlijk de straling op die een object of een dier in dit geval weer kaatst, waardoor die kan weten hoe warm iets is. We willen eigenlijk uitzoeken of de hoorns dan warm worden tijdens bepaalde gedragingen en dan specifiek tijdens herkauwen, omdat boeren dat eigenlijk heel veel zeggen, maar dat is nooit wetenschappelijk bewezen. Of in ieder geval, dat is nooit gepubliceerd. Dus dat willen wij eigenlijk graag uitzoeken. En dat doen we dus door middel van de thermocamera die Marijke heeft en daar meten we dan de temperatuur mee. En met deze camera gaan we dan de gedragingen van de koe eigenlijk filmen. En dan kijken we daarna met statistiek daarna of die gedraging die op film zien, of die dan wat voor temperatuur de hoorns dan tijdens die gedraging hadden. En daarna gooien we dat in een scriptje in een statistiekprogramma en dan gaan we dus kijken, hey, zijn er echt significante verschillen tussen de hoorntemperatuur tijdens herkauwen en tijdens de rest van de gedragingen bijvoorbeeld. Mensen denken dus dat dit dus een verdedigingsorgaan is van de koe. Nee, maar dat denkt men. Dat is de beeldvorming. Het zal misschien ook wel een beetje zo'n functie kunnen hebben. Ja. Maar voor een olifant zijn zijn slagtanden ook geen verdedigingsorganen. Kijk, zie, dit is een oudere koe. Vanaf haar hoofd gerekend zie je heel duidelijke ringen. Ja. Kijk, dit is Rijn. Zie dat? Deze hier. En daarnaast weer, deze heeft ook al een keer of 6 gekalfd. Zie dat? En je ziet dat de basis van de hoorn, die is best wel geel, dus ook warm. Maar richting het uiteinde van het hoorn wordt hij steeds rooier. Dus hij wordt eigenlijk steeds kouder richting het uiteindje van de hoorn. We kijken heel veel gedragingen eigenlijk, tijdens herkauwen, eten. Dat ze aan het licht zijn of aan het staan, dat nemen we ook mee. Of ze alleen zijn of in een andere koe ook dicht bij hun is, dat kijken we ook naar. En ook wat puntgedragingen noemen we dat, zijn gewoon gedragingen die één keer gebeuren. Zoals bijvoorbeeld een earswat noemen we dat, als de koe zijn oor beweegt of zijn staart beweegt. Allemaal die gedragingen nemen we mee. Dan hebben we een hele lijst van gedragingen die je dan gewoon met deze camera eigenlijk meten. En dan daarna willen kijken of die dan ook met de temperatuur wat mee gebeurt. Deze koe is 12 jaar oud. Nu is die hoogdrachtig. Nu groeit het kalf zo hard in zijn buik dat hij mineralen nodig heeft. Hij kan niet genoeg uit het voer halen om dit te redden. Nee. Dus nu haalt hij depot, noem ik dat, dus mineralen uit de hoorns. Ja. Dat kun je zien, want er ontstaat een ring. Net zo goed als er bij die andere 10 kalveren die al geboren zijn, 9 kalveren. Oh, je hebt geboorteringen. Ja, allemaal geboorteringen, net als bij een boom. Ja, waarschijnlijk hebben zij goed gras en goede hooi, maar ons eten heeft niet genoeg. Dus een zwangere vrouw die niet voldoende mineralen heeft, die trekt het uit de tanden. En dan opeens heb je 1-2 gaten. Of, wat je ook wel ziet, is dat ze last hebben van bloedend tandvlees. En bij die koe ook gaat normaal gesproken de vloeistofstroom van de koe naar de hoorn, waardoor de hoorn mineraliseert. Maar op het moment dat hij tekort heeft, of hij gaat meer energie nodig hebben, exact, draait hij om. Ja. Dat is in een tand ook. Als we dus de dieren onthoornen, hè, dan gaan ze hun depot halen, hè, die calcium en die magnesium, gaan ze halen uit de hoeven. Ja. En dan zie je dus dat een paar maanden na het kalveren, hè, dan heb je gewoon weken klauwen. Ja. En dan zie je dus dat je klauwproblemen krijgt. En 1 op de 3 koeien in Nederland wordt geselecteerd vanwege klauwproblemen. Hier is dat dus 0, hè? Ja. 0. Hier, daar staat... Dat was het plekje. Ja. We zagen net 8642, die met de scheve hoorns. Oh, deze hebben we ook. Oh, dat is de moeder van 855. Oh ja. Hallo, ken je ons nog? Want jullie moesten ze er toen steeds uithalen. Ja. Welke was dat? Nee, die staat droog. Of die moet net droog.
Nee, we hebben inderdaad gekeken naar een koe die aan het herkauwen was en continu elke minuut, elke 2 minuten, elke 5 minuten de temperatuur van de hoorns gemeten. En daarin was niet te vinden dat consequent die temperatuur van de hoorns omhoog ging. Tijdens ons onderzoek hebben we ook veel dingen gemeten, zoals luchttemperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid. En dat hebben we ook allemaal gecorreleerd aan hoorntemperatuur. En wat wij hebben gevonden is dat bijvoorbeeld als de luchttemperatuur hoger is, dan worden de hoorns ook warmer. Hier zie je bijvoorbeeld als de temperatuur laag is, dan zijn die hoorntemperaturen ook laag. En als ze hoger worden, de luchttemperatuur, dan worden de hoorntemperatuur ook hoger. En zo probeerden ze de warmte te reguleren via de hoorns. Door dus er bloed naartoe te sturen of van af te halen. Want via bloed kan je warmte verliezen. Statistisch gezien is het ook al echt significant verschillend. Dat is die hoorns echt warmer worden bij warmere luchttemperaturen. Wat ik zou graag zou willen zien is dat we gewoon het systeem waar we in zitten, dat we dat eens heroverwegen. En dat we eens gaan kijken, is het niet beter om naar een meer natuurlijk systeem toe te gaan? Dus meer de houtwallen terug, de dieren gehoornd laten, de dieren naar buiten, zelf gras laten halen. Ik denk dat ons onderzoek best wel een aanleiding kan zijn om tegen meer boeren te gaan zeggen van, hey, kan je nadenken over een manier waarop je koeien niet meer hoeft te onthornen? Want kennelijk hebben ze er dus best wel last van als je de hoorns weghaalt, omdat ze het gewoon moeilijker vinden, met name in de zomer, om hun lichaam koel te houden.